We hebben het altijd over aandelen kopen. En natuurlijk, we zijn ook beleggers voor de lange termijn. Tenminste, op dit kanaal probeer ik zoveel mogelijk aandelen te behouden. Die ook echt interessant zijn om een lange tijd aan te houden. Maar er komt natuurlijk, of je nou voor de korte termijn belegt of voor de lange termijn, een keer een moment dat je misschien je aandeel wel wilt verkopen. En dat is nou juist wat ik in deze video ga behandelen. Want ik wil eigenlijk antwoord gaan geven op de vragen van wanneer, waarom en hoe kan je een aandeel verkopen. En het is denk ik ook wel heel erg belangrijk om er nu al over na te denken. Ook al heb je nog niet de intentie om te verkopen, om toch al te denken, ja, na te denken over wat je eventueel wilt gaan doen. En wanneer je bijvoorbeeld een aandeel wilt gaan verkopen. Dat het eigenlijk al meteen iets is wat je bij de aankoop al rekening mee moet houden. Dat wil ik dus gaan bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. En in deze video gaan we dus kijken naar het verkopen van aandelen. Hoe we dat doen, dat kijken we verderop in de video. Maar eerst gaan we kijken naar het waarom en het wanneer. En die twee vragen behandel ik eigenlijk samen. Omdat je zult merken dat ja, die twee dingen vaak ook samen vallen. Uh, als er iets wanneer is, dan is dat vaak ook meteen een reden om te verkopen of te kopen. Maar normaal koop je een aandeel, uh, daar heb je natuurlijk onderzoek gedaan naar een bedrijf. Je hebt misschien financiële cijfers gekeken, je hebt wat nieuws gevolgd of je hebt misschien ook wel logisch nagedacht over het bedrijf om tot een beslissing te komen. In ieder geval er zijn er juist een paar dingen waarom je juist wel dit bedrijf wilt kopen. En als het een van deze punten uh, verandert. Dan is misschien ook wel meteen een reden om te gaan verkopen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan concurrentie. Jij ziet een bepaald bedrijf een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie. En dat is een reden voor jou om het aandeel te onderzoeken en dus uiteindelijk ook misschien wel te kopen. Maar als dat dus verandert, dan is dat misschien ook alweer een reden om te verkopen. Het kan natuurlijk zo zijn dat jouw bedrijf die positie die het heeft, die koppositie kwijtraakt aan een ander bedrijf of misschien wel wordt de hele sector ingehaald. Door een nieuwe sector, door technologische verbeteringen bijvoorbeeld. Dat zagen we bijvoorbeeld bij, uh, bij BlackBerry of bij Nokia. Die werden op een gegeven moment ingehaald door uh, Apple met hun smartphone, met hun iPhone. Dus het is zo dat ja, je kunt je. Koppositie of überhaupt je positie als bedrijf zijnde, ja, dat verandert telkens ten opzichte van concurrentie. Dus waar het eerst een voordeel kan zijn, kan het naderhand misschien dat voordeel weg zijn en een van de redenen zijn waarom je een aandeel gaat verkopen. Een andere reden is misschien wel de resultaten, dat het bedrijf juist heel erg goed presteert en dat dat voor jou een reden is geweest om juist in het bedrijf te beleggen. Maar natuurlijk ook dat kan veranderen. Het kan Minder goed gaan met het bedrijf, het kan met de hele sector minder goed gaan, maar de resultaten veranderen. Het kan ook zo zijn dat het misschien wel komt vanwege het management, en dat is het volgende punt. Want juist het management is vaak ook een belangrijke reden om misschien wel een bedrijf te kopen of juist niet. Want als jij een goed bedrijf hebt gevonden met goede resultaten en een goed management. Wat overeenkomt met jouw visie. Dan heb je dus een bedrijf gevonden. Wat eigenlijk doet wat jij graag zou willen zien. En dat is dus een reden om een lange tijd aan te houden. Maar natuurlijk, binnen een management kan ook heel veel veranderen. Of het management wordt misschien wel gedwongen om andere beslissingen te nemen. En dan in één keer niet meer de juiste beslissingen te nemen. Of misschien wel beslissingen waar jij het niet mee eens bent. Dus ook dat is wederom een reden om eventueel te verkopen. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Mercedes op dit moment. Het plan van Mercedes vanuit het management is. M. Winst maken op de korte termijn en te focussen op IV-voertuigen, elektrische voertuigen. Ik denk dat je dat niet allebei kunt doen. Wil je je gaan focussen op de toekomst van elektrische voertuigen, dan moet je eigenlijk er nu voor kiezen om geen winst te maken, maar juist alle winst die je hebt, of alle middelen die je hebt, te investeren in je toekomst. Dus ik vind het een heel raar iets. Om op beide dingen eigenlijk een focus te leggen. zou voor mij een reden zijn om in ieder geval iets anders te gaan kijken naar het management van dit bedrijf. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Nicola, wat we gezien hebben. Nicola kwam met hun idee van waterstofvoertuigen, uh, die pick-up trucks of de vrachtwagens. En eigenlijk binnen een korte periode waren ze in één keer veranderd van: oh nee, dat gaan we toch niet doen. We gaan nu elektrische voertuigen maken. En ook daar zijn we de beste in. Ja, Zo'n grote verandering van ja, best wel fundamentele dingen binnen je bedrijf. Dat zijn voor mij triggers in ieder geval om het aandeel al überhaupt al niet te kopen of in ieder geval uit te stappen of je positie te verkleinen. Een andere reden is dat er meer informatie of nieuwe informatie naar boven komt. Dat kan dus een reden zijn om juist wel in te stappen. Of als je het aandeel hebt, juist een reden zijn om te verkopen. Ik heb dat dus laatst bijvoorbeeld gedaan met Plug Power. Toen ik eenmaal leerde dat Amazon en Walmart veruit de grootste klanten waren, vond ik dat ze veel te afhankelijk waren. En ook nog eens de structuur eigenlijk waarom hun hun orders plaatsten, was eigenlijk juist omdat ze er heel veel geld aan kunnen verdienen, omdat ze er aandelen voor terugkregen. Was voor mij een reden in ieder geval om, ja, vanwege die nieuwe informatie, mijn aandelen te verkopen. Maar wat te denken van het rendement? Misschien gaat het wel heel erg goed met jouw bedrijf. Maar zijn er andere aandelen die je op het oog hebt, die het beter doen, waar jij meer vertrouwen in hebt? Ook al gaat het dus goed met jouw aandeel, met jouw bedrijf, kan dat toch een reden zijn om je aandeel te verkopen, omdat je met je geld in een ander bedrijf verwacht meer te verdienen? Of misschien gaat het juist wel heel erg goed met jouw aandeel en is dat juist de reden om te verkopen? Klinkt een beetje raar, maar dat kan natuurlijk mee te maken hebben dat eigenlijk de spreiding binnen jouw portefeuille niet meer in verhouding is. Ik heb dat bijvoorbeeld eigenlijk met Tesla, ik heb dat gekocht in ja, verschillende stappen gedurende de jaren. Ik heb daar 15.000 euro ingelegd, maar het is nu twee derde van mijn. Nog tevijen bij de hero waard. Dus... Qua spreiding betreft is dat niet een goed, ja, niet geen goede spreiding. Um, en zou van mij dus een reden kunnen zijn om het te verkopen, omdat well, misschien wel beneden 50% te brengen. Waardoor eigenlijk mijn posities wat beter gespreid zijn en mijn risico dus ook beter is afgedekt. Maar dat waren dus allemaal redenen om eventueel een aandeel te kopen, maar tegelijkertijd misschien ook wel als daar iets verandert, een reden om een aandeel te verkopen. En het waarom en het wanneer vallen dan vaak bij elkaar samen. Komen we nu bij het volgende punt, en dat is eigenlijk de hoe. Op welke manieren kun je? dan je aandelen verkopen want net als bij kopen kun je natuurlijk bij verkopen op verschillende manieren je verkoop doen je kunt alles in één keer verkopen je kunt het in stappen verkopen en je kunt ook gebruik maken van verschillende type orders die misschien wel het beste bij die manier van verkoop passen ten eerste dus alles tegelijk verkopen dat is wat ik dus afgelopen week heb gedaan met mijn aandelen van Plug Power en van gevo ik heb er vanwege nieuwe informatie voor gekozen om die hele positie in één keer te verkopen ook al omdat ik al een beetje over het nadenken was ja, het voordeel daarvan is dat ik precies weet op welk moment welke koers het dan is. En ik ook weet wat ik ervoor terug kan krijgen, wat mijn rendement is. Het nadeel is dat ik het verkocht en een paar dagen later ging de koers nog verder omhoog. Dus dat ik eigenlijk winst op tafel heb laten liggen. Een rendement heb misgelopen. Maar dat is altijd iets weer achteraf. Want het kan natuurlijk best zo zijn dat als jij wilt verkopen omdat jij er niet meer in gelooft. Andere mensen wel in het bedrijf geloven, waardoor uiteindelijk de koers natuurlijk dan gewoon kan stijgen. En net zoals met aandelen kopen, kun je ook aandelen verkopen via de Giro. Tenminste, als je gebruik maakt van de Giro. Dat is de broker waar ik de meeste van mijn portefeuille heb staan en de meeste aandelen ook koop. En een link daarvan vind je trouwens onder deze video terug, mocht je een account willen openen. Maar ook bij de Giro en bij alle andere brokers heb je verschillende type orders die je kunt gebruiken om een verkoop te doen. Je kunt hierbij denken aan een market order, oftewel je wilt snel kopen of verkopen voor de koers die op dit moment betaald wordt door anderen. Dus dan ben je gewoon, uh, ja, zo snel mogelijk, je zet de koers niet vast, maar je zegt gewoon, ik wil zo snel mogelijk van mijn aandelen af. Wat zijn jullie bereid om te betalen? Uh, een limit order. Dan kun je juist kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde koers. Dus je kunt bijvoorbeeld invoeren. Ik wil voor 51 euro dit aandeel kopen. Als het nu dan 50 euro is, dan wacht je wacht het nog even. Of misschien is het wel juist hoger, dat is logischer. Stel het aandeel, de koers is nu hoger. En jij zegt als het nog een beetje daalt, dan wil ik het op die vastgestelde koers wil ik het graag kopen. Denk ook aan een stop-loss order. Aandelen worden eigenlijk per market order aangeboden. Wanneer de koers een bepaald bedrag aantikt. Dus de koers gaat dalen. En op een bepaalde koers heb jij die order ingezet. En op dat moment wordt die getriggerd. Het nadeel hiervan is dat aandelen verkocht kunnen worden voor een hele lage prijs. Want het is maar afhankelijk van wat de markt er op dat moment voor wil betalen. En als laatste optie heb je een stop-limit order. Hier worden juist de aandelen als limit order aangeboden voor een vaste prijs als de koers onder een bepaald bedrag komt. Je order wordt dus eigenlijk getriggerd bij een bepaalde koers. Maar als de koers dan weer juist onder je limiet valt, verkoop je geen aandelen. Dus dat weer een nadeel van deze um, situatie of type order. Dus je moet goed kijken naar welke orders zijn er zijn, welke pas er het beste bij. En je moet het uiteindelijk altijd goed in de gaten houden. Want ja, zo zie je wel, voor elke ding heeft het misschien een voordeel, maar ook tegelijkertijd weer een nadeel. En heel even kort tussendoor, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien, waarbij je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week drie video's over investeren en beleggen, passief inkomen, maar ook persoonlijke financiën. Dus abonneer je op het kanaal om nooit meer een video te missen. Gaan we nu wel verder met deze video. Maar je hoeft er natuurlijk niet voor te kiezen om alles in één keer te verkopen. Je kunt er ook voor kiezen om met een bepaalde stappen eigenlijk een verkoop te doen. Dat is iets wat bijvoorbeeld Ark Invest ook heel vaak doet. Zij zijn dat eigenlijk verplicht vanuit de wetgeving en ook een beetje vanuit hunzelf. Zij willen hun positie maximaal 10% van hun portefeuille laten zijn. En dat zie je heel vaak in het geval van Tesla. Daar gaat de koers heel hard omhoog. Wordt hun positie dus misschien wel 12% van het totale vermogen van die portefeuille. En zijn ze dus verplicht om 2% te verkopen om weer onder die 10% te zitten. Dus op dat moment word je verplicht om een gedeelte te verkopen om juist jouw vastgestelde limiet weer te behalen. Mocht dan trouwens de koers verder dalen, wordt je positie dus kleiner dan die 10%. Heb je ook weer de mogelijkheid om bij te kopen richting die 10%. Dus dan word je eigenlijk door de koers wordt je getriggerd om verkopen of aankopen te doen. Je kunt er ook voor kiezen om juist je inleg eigenlijk te verkopen. Stel, je legt 2000 dollar in een bepaald aandeel. En een half jaar later is, het, is de waarde daarvan in één keer gestegen naar 8000 dollar. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld 2000 dollar weer te verkopen heb je eigenlijk je inleg weer veilig gesteld en ga je door met 6000 dollar en dat is in principe de winst die je hebt gemaakt, het rendement dat je tot dat moment hebt gemaakt het voordeel hiervan is dat je toch wel je inleg eruit hebt gehaald en dat je eigenlijk nooit meer geld kunt verliezen uh, of het enige wat je kunt verliezen is de winst die je hebt gemaakt, maar je hebt je inleg al terug, dus dat is eigenlijk al een veilige bodem en omdat je winst er nog steeds ja, omdat je daarmee doorgaat met die 6000 kun je nog wel steeds profiteren mocht de koers nog verder stijgen. En een andere manier is dollar cost averaging... maar dan niet juist voor de aankoop... maar juist voor de verkoop. Dat wil zeggen, naarmate je aandeel verder stijgt... en bepaalde bedragen of koersen aantikt... dat jij dan van tevoren hebt nagedacht... op die koers wil ik zoveel verkopen... en telkens door de koers... als die een bepaalde trigger eigenlijk heeft... verkoop je een stukje van je positie. Ik zit namelijk wel eens na te denken over mijn positie van Tesla. Het is natuurlijk iets waar ik wel in geloof... voor de lange termijn... en ik houd het ook dagelijks bij... Um, dat is niet voor al mijn aandelen, maar wel rondom Tesla hou ik het nieuws dagelijks bij. Dus ik weet er ook heel veel van en daarom pas ik het op dit moment nog niet toe. Maar al zit ik er wel ooit over te denken van stel nou als je weer een bepaalde koers omhoog gaat en dat aantikt. Zou ik dan niet telkens een stukje van mijn positie uh, moeten verkopen? En ik heb hier een overzicht gemaakt van een, ja, eigenlijk een soort voorbeeld van hoe dat er dan uit zou kunnen zien. En we zien hier eigenlijk linksboven het aandeel Tesla heeft op dit moment een koers van 826 dollar. Nou, gaan we ervan uit dat ik, uh, ja, ik heb gewoon 170 aandelen. Zeggen we even dat de koers nu 800 is. Dan is dat 136.000 dollar waard. Maar stel nou, hij gaat naar 900 dollar. Dan zou ik ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld 5% van mijn aandelen te verkopen. Houdt ik er dan nog 162 over. Heb ik dus bijna 146.000 dollar nog in Tesla-aandelen zitten, terwijl ik al wel 7.000 euro eruit heb genomen. Ik heb eigenlijk winst genomen, juist omdat ik 8 aandelen heb verkocht. En dat wil zeggen, ik heb er 7.200 dollar uitgehaald. Er zit nog bijna 146.000 dollar in, oftewel mijn totale waarde was in principe 153.000 dollar. En die 7000 die ik eruit heb gehaald, zou ik dan eventueel weer in een ander bedrijf kunnen investeren? En zo zie je bij elke 100 dollar dat de koers stijgt: verkoop ik 5% of zou ik 5% kunnen verkopen? Je ziet dan wat de waarde van je aandelen nog steeds is, welke winstneming je op dat moment hebt gedaan, of wat je totale winst is, en daardoor ook je totale waarde. En dat zou bijvoorbeeld betekenen dat het, mocht aandeel Tesla. Gewoon door blijven stijgen gedurende de tijd. En uiteindelijk 2000 dollar waard worden. Omdat ik bij elke 100 dollar stijging 5% van mijn aandelen verkoop, zou ik bij die koers nog 92 aandelen hebben. 92 keer 2000 dollar per aandeel is 184.000 dollar in het aandeel Tesla. Um, maar dan zie je uiteindelijk in de ene laatste kolom de totale winst die ik op dat moment heb genomen door juist al die andere aandelen van tevoren te verkopen. Daar heb ik 108.600 dollar mee binnengehaald, winst gepakt. Waardoor eigenlijk mijn totale positie op dat moment 292.600 dollar was. En dit is puur een voorbeeld waar ik over na zit te denken: doe ik dit bij elke 100 dollar stijging? Gebruik ik 5% als maatregel eigenlijk? Of doe ik misschien 10% verkopen? Dat is afhankelijk van het aandeel natuurlijk, wat je zelf wilt. Uh, hoe je erover nadenkt, dat kan ook ieder moment anders zijn, maar dit is puur als voorbeeld wat je eventueel toe zou kunnen passen op een positie die jij ook hebt. Maar dit waren maar enkele voorbeelden van wanneer je een aandeel kunt verkopen of op welke manier je een aandeel kunt verkopen, welke jij kiest, is vooral afhankelijk van hoe jij daar tegenaan kijkt, maar ook de situatie waarin je verkeert of het aandeel wat je hebt. En ik ben ook erg benieuwd dan of je al ervaring hebt met het verkopen van aandelen en wat achteraf jou Kijk daarop is geweest, zoals gezegd. Ik heb laatst in één keer plug verkocht. Achteraf gezien denk ik, had ik misschien maar in stappen gedaan. Maar ja, zo heb je altijd wel iets. Maar denk uit die ervaring dat we heel veel van elkaar kunnen leren. Of heb jij misschien nu al een verkoopplan van een aandeel dat je pas net gekocht hebt of nu in je portefeuille hebt zitten? Laat dat soort dingen allemaal weten in de reacties onder deze video zoals gezegd. Zodat we van elkaar kunnen leren en ook een beetje elkaar wat feedback kunnen geven. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef dan even dat duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En als jij meer op video's wilt zien zoals deze, maar je bent nog geen lid van het kanaal, ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen, of passief inkomen. En klik dus onder deze video op abonneren. Klik eventueel op het bel icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.